Dus Bart de Voort, saxofonist van beroep. En Dieter Lemboer. Marc Godfroy. Kurt van Erck. En Bo van der Werf. Laurent Hendrik, bastrombonist. En Ben Vleerakkers, ook trombonist. En er waren drie jonge snaken destijds die nogal wat bij die ondertussen al grijze haren van de orkesten speelden. En die vonden bij het opdoeken van die twee orkesten dat dit niet zo kon. Zij wilden met jazz bezig zijn, zij wilden in een groot orkest blijven kunnen spelen. Het is eigenlijk dankzij die mensen dat, dat we hier nu samen zitten bij de 15e verjaardag. Ik wil ze even met naam noemen. Het was een saxofonist, een trompetist en een trombonist, Frank Faganet, Serge Plum en Marc Godfroy. Want zij wilden nieuw, professioneel met jazz bezig zijn. Vroeger bestonden er een paar orkesten en een paar big bands, zoals de BRT Jazz Orkest, BRT Big Band. En die zijn dan samengevoegd geweest en in 1991, geloof ik, hebben ze dan uiteindelijk alles opgedoekt. En was er geen plaats meer voor een professionele big band in Vlaanderen. En toen zijn we met een paar muzikanten samengekomen, met Serge Plum, Frank Faganet en mezelf. En hebben een aantal muzikanten uitgenodigd, een beetje gesleuteld aan de bezetting. Maar laten we zeggen, na een maand of zes hadden we zo ongeveer een definitieve bezetting. Vlaanderen zijn we de enige. Laten we zeggen dat de meeste landen wel zo één band hebben. Er zijn vooral in Duitsland nog een aantal orkesten die via de radio, die met de radiohuizen verbonden zijn. Maar bij ons bestaat dat nu al een hele tijd niet meer. In Frankrijk bestaat het ook niet meer. Engeland heeft er nog één, Denemarken heeft er nog één. Maar de andere landen waar dat systeem niet bestaat, daar heb je toch overal toch wel minstens één big band die een beetje op hetzelfde systeem werkt als wij. Het is geen fulltime orkest, maar we doen wel nu toch, ik denk volgend jaar zitten we zo ongeveer aan 40-tal concerten. We beginnen meer en meer aandacht te krijgen. We spelen regelmatig in Frankrijk. We gaan nu ook morgen overmorgen naar Italië. Het is een beetje een wisselwerking. Soms worden we gevraagd met ons eigen repertoire. Maar ook soms met de gasten die, waar we mee gespeeld hebben, die meer invloed hebben daar, die gekend zijn daar, waar we dan mee kunnen naartoe gaan. En op die manier proberen we de internationale werking uit te breiden. Onze volgende gast brengt zo meteen samen met dit orkest ook een heel orkest in één instrument met zich mee, de accordeon. C'est une belle expérience, surtout avec l'accordéon. On n'a pas souvent l'occasion de faire ça, même jamais. Je crois que le disque qu'on a fait ensemble avec le BGO, c'est unique au monde. Je n'ai pas d'exemple de ce type-là, c'est-à-dire un big band et un accordéon. Dans le big band, ce que j'aime bien, c'est les unissons entre les sons de l'accordéon, les sons des cuivres. J'aime l'énergie du big band, l'énergie des batteurs. Men zegt, en dat is dan het publiek of de mensen die met ons werken, dat we een hechte band zijn. Dat ze aanvoelen dat we met goesting spelen, dat er een professionalisme heerst, met een serieus, maar niet te. Dat er een sfeer is in het orkest, dat het eigenlijk een groep vrienden is die samen probeert goed muziek te maken. On a fait un concert de deux heures, je ne suis pas du tout fatigué. Vous voyez. Quand l'énergie est bonne, c'est comme sur la mer, quoi, sur les vagues. On peut je surfe sur l'orchestre. Il n'y a qu'à se laisser porter par les vagues du big band. Quoi, hein, et c'est un réel plaisir et puis c'est un grand voyage comme ça, c'est très beau.